Go ahead. Oké, dankjewel Bart voor de heel interessante uiteenzetting. We zijn zeker benieuwd naar de resultaten die dan op de website van de komen. Ik zal er zeker naar kijken. Nu, er zijn natuurlijk vragen waar we nog geen antwoord misschien op vinden als we de website raadplegen. Dus ik ga beginnen met jou Bart. Ja, we hebben daar gezien hier uiteenzetting 11 pilootscholen. Dat is een hele groep en zelfs in andere landen waren er nog meer. Hoe krijgen we dat gedaan om daar een eenvormige implementatie te realiseren? Wel, we hebben eerst en al op Europees niveau een groep samengesteld met coördinatoren en ook mentoren, waarin bepaalde aspecten van het project duidelijk meegenomen werden. Zodanig al ten alle tijde, vele online vergaderingen die we hadden, de vinger op de pols konden houden om te kijken of het project loopt zoals het diende te lopen. En vanuit die structuur hebben we eigenlijk een roadmap opgesteld waarin verschillende eikprocessen vastgelegd zijn. We hebben een tijdsplan opgesteld. Je hebt ook gezien in de presentatie daarnet al gebruik gemaakt hebben van vastgelegde schablonen. Die voor alle Europese partners op dezelfde manier ingezet werden. Een vast stappenplan dat we gingen volgen bij het ontwerpen van stemactiviteiten. De mentoren, dat is misschien ook wel belangrijk om te zeggen, de mentoren hebben eigenlijk een training gekregen, Europees, zodanig dat ook daar de kennis identiek is eigenlijk bij de betrokken mentoren. En ook gaan ze het gegeven van de teacher design teams, alle pilootlanden zijn op dezelfde manier aan de slag gegaan. Okay. En zo hebben we ervoor gezorgd dat het op een zo uniform mogelijke manier gebeurd is. Ja, we zijn nu bijna 22:30. Als we terugkijken in de tijd, dan hebben we een heel woelige en moeilijke periode op maatschappelijk vlak wel moeten trotseren. Ongetwijfeld ook had dat een invloed op jullie projecten en dus spreken. Over het grote C-woord, in welke mate heeft dat invloed gehad op je doelstellingen? Dat heeft inderdaad een grote invloed gehad. Mm-hmm. In eerste instantie denk ik vooral aan onze tijdslijn. We hebben daar effectief een aanpassing in moeten aanbrengen. Oorspronkelijk was het idee in die overkoepelende groep om daar al direct leerkrachten bij te gaan betrekken. Om eens een keer een teststemproject te maken voordat de implementatieperiode in de scholen ging starten. Maar ja, op dat moment gingen alle scholen toe, dus wat hebben we op dat moment gedaan? Dat is eigenlijk de mentoren gekoppeld en met dat team van mentoren en coördinatoren daar, binnen dat team eigenlijk een teststemproject gemaakt, dat we dan nadien als voorbeeld binnen de teacher design teams konden presenteren. Dus daar hebben we onszelf een beetje in moeten heruitvinden, omdat de scholen waren gewoon toe. Dus die invloed heeft corona zeker en vast gehad. En welke invloed nog wel, ik denk ook wel op het recruteringsproces, dat hadden we ook iets vroeger geplaatst binnen de cyclus van het project. We hebben daar ook in moeten schakelen en zeggen, kijk, we gaan dat pas het schooljaar 21-22 starten. En dan zijn we even heel snel moeten trappen om eigenlijk de projecten te kunnen qua aantal scholen die nu uiteindelijk meegedaan heeft, denk ik dat het oorspronkelijk ook wel een input gehad heeft. Ik denk dat als we dat project zouden draaien zonder corona, dat we meer pilootscholen zouden kunnen geëngageerd gekregen hebben. Ja, toch zeker lovenswaardig dat dit het resultaat is geworden. En ongetwijfeld hebben jullie, denk ik, wat betreft uw eigen competenties ook wel enorm. Een aantal enorm gekregen. Oké, dan gaan we over naar Rudy. Rudy zit hier ook bij ons in het panel. En Rudy, je bent National Evaluator binnen het ATS-TEM. Kan je daar een beetje toelichten? Wat is jouw taak precies? Nu, het eindproduct was eigenlijk het verslag schrijven. Ik had de laatste verslag schrijven. Mm-hmm. Waarom dat verslag te kunnen schrijven? Werd mij dan eigenlijk ook gevraagd om een aantal observaties te doen, om een analyse te maken van een aantal producten. Dus uiteindelijk heb ik de kans gekregen om in twee verschillende scholen, een basisschool en een secundaire school, eigenlijk twee leercycli op te volgen. Mm-hmm. En dat is dan eigenlijk gebaseerd op een
de vijf stappen die Bart dus ook al heeft genoemd. Dus uiteindelijk was er een rekening met de school. Want ik heb dan wel het geluk gehad tijdens de coronaperiode om toch in de twee scholen, die twee ideeërs, te kunnen opvolgen. Ik ben dus verschillende klasbezoeken gaan doen. Ik heb daarnaast dus eigenlijk ook een blik geworpen op de digitale leeromgeving die zijn gecreëerd worden. Ik heb dan een aantal eindproducten gezien. Ik heb dus een aantal producten gezien terwijl de leerlingen aan het werk waren. Mm-hmm. En ik heb dus ook een aantal interviews afgenomen, zowel met de leraren als met de leerlingen als met de mentoren die daar aan de slag geweest zijn. Ja. Ik hoop dat de mensen achteraan in de zaal alles goed kunnen horen. En het is een heel uitdagende taak ook wel. In welke mate werd je er eigenlijk in ondersteund? Nu, uiteindelijk zijn er heel wat documenten ontwikkeld vanuit het ATS-stemteam. Want er waren dus, men heeft gewerkt met de zes dimensies die Bart daarnet ook al heeft toegelicht. En per dimensie heeft men een aantal indicatoren opgesteld. Dus uiteindelijk was er een gamma aan 76 indicatoren waar dat ik gebruik van kon maken om in te zetten bij het organiseren van artefacten of om te gaan kijken bij de klas observaties om daar dus accenten te leggen. En daarnaast dus eigenlijk ook tijdens de interviews. Dat is één luik. En het tweede luik is eigenlijk dat er voor ons als National Evaluator dus ook een aantal online sessies zijn georganiseerd, waarbij dat ons dan de nodige uitleg verschaft werd. Maar er was eigenlijk ook een platform specifiek voor ons gecreëerd om daar eigenlijk met andere National Evaluators in gesprek te kunnen gaan als er nog vragen waren of als er dingen waren die bespreekbaar staan. Dus in die zin ben ik ook wel goed ondersteund geweest. Nee, je stond er zeker niet alleen mee. En welke projecten heb je specifiek van nabij kunnen volgen? Ik heb dus twee projecten gevolgd in een basisschool. Het ene project is Be Happy, waar dat het gericht is op Bee van bijen. Die leerlingen zijn dus op zoek gegaan naar wat zouden we kunnen doen om terug meer bijen bij ons te krijgen. En hebben dan uiteindelijk samen met de leerkracht een groot insectenhotel gebouwd. Het tweede project was daar aan elkaar gekoppeld en dat was dus eigenlijk een irrigatiesysteem dat ze moesten bouwen, want ze hadden dus wel een insectenhotel. Maar ze moesten natuurlijk alle andere insecten buiten de bijen ook naar dat insectenhotel kunnen lokken. Wat hadden ze dan ook nodig? Een aantal plantjes die ze op het schooldomein kunnen plaatsen. Maar dan zaten ze natuurlijk met een probleem, want tijdens de vele vakantieperiodes die ze hebben in het onderwijs, moest daar natuurlijk ook besproeid worden, moest daar water aan gegeven worden. En hadden de kinderen dus eigenlijk de opdracht om een irrigatiesysteem uit te dokteren, dat ze dan zouden kunnen gebruiken tijdens de vakantieperiodes. In het secundair onderwijs heb ik het project opgevolgd wat Bart dus ook heeft voorgesteld, Plastic Soep. En daarnaast het tweede project daar ging dus over de fiets, waar dat de betrokken leerkracht bedreven fietser is en die dan uiteindelijk aan de leerlingen uiteindelijk vroeg om een sportdrankje te ontwikkelen voor hem, zodat hij dat kon gebruiken bij de volgende fietstocht in Frankrijk. En daar hebben zij dus heel veel onderzoek rond gedaan. Ze hebben dus allerlei dingen moeten bekijken. Ze hebben onder rekening moeten houden met het aantal koolhydraten, het aantal vetten, berekeningen moeten doen en zo weer. En uiteindelijk hebben ze dan een amalgam eigen sportdrankje gemaakt, of in groepjes een eigen sportdrankje. Dus dat zijn de vier producten die ik van mij heb kunnen opvolgen. Ja, ja. Je beschrijving brengt ons al helemaal in de zomerse sfeer. Ik zie ons al fietsen doorheen de bloemenweide van bij tot bij. De vaststellingen en resultaten, bevindingen. Wat kan je daaruit delen? Ik heb heel veel dingen gehoord waar dat de leerlingen ook heel blij waren om op die manier aan de slag te mogen gaan bij het verwerken van die problematieken.
een van de zaken, vooral wat ook naar het basisonderwijs toe, is dan dat ze konden werken met die duurzaamheidsdoelstellingen. Wat eigenlijk heel duidelijk is voor de leerlingen. Ik heb dat ook wel gehoord in het secundair onderwijs, waar dat eigenlijk als uitgangspunt dit wel een zeer mooi iets is, een zeer mooi gegeven is. Kinderen vonden het ook heel leuk om zelf aan de slag te mogen gaan, om zelf op onderzoek te mogen gaan, om dingen uit te vinden, bij wijze van spreken, maar uiteindelijk dat onderzoekend leren en dat ontwerpend leren kwam daar zeer sterk in aan bod. Wat ik dan in ook mening is, het zelf moeten formuleren, dat is natuurlijk niet zo evident als je naar de basisschool gaat kijken. Nu, de basisschool moet uiteindelijk als het project voorzien voor leerlingen van 11, 12 jaar. De leerkracht die bij ons heeft meegedaan, die stond dus in de tweede graad, dus die kinderen waren eigenlijk 19 jaar. En, dus 9 en 10 jaar, en uiteindelijk hebben die het dus ook tot een heel mooi eindresultaat gebracht. En zij vonden het ook zeer leuk dat ze dan elkaar feedback mochten geven, dat ze uiteindelijk nieuwe dingen mochten uitproberen met tablets bijvoorbeeld die in de klas aanwezig waren, met een aantal computerprogramma's, een aantal ontwerptekeningen mochten maken. Dus dat zijn eigenlijk wel zaken die in het rapport dus ook beschreven staan, die dus eigenlijk wel zeer positief onthaald werden. Daarnaast dus ook de permanente feedback die ze dan kregen, ofwel van de medeleerlingen, ofwel van de juf, of van de leerkrachten. In het secundair onderwijs was het zo dat het daar dan twee leerkrachten waren, die dus eigenlijk een beetje duo aan het werk waren en mooi op elkaar ingespeeld waren om dan elkaar en de leerlingen te ondersteunen. Dus in die zin zitten er heel wat mooie kansen. Ja, ongetwijfeld alle leerkrachten en directeur die hier aanwezig zijn, die gaan snuisteren naar deze lezing op de website. En de passie waar je ook over vertelt, als ze er dan nu morgen mee aan de slag willen gaan, wat is er dan zo prioritair volgens jou om succesvol resultaten te kunnen boeken? Ik denk dat het belangrijk is dat de leerkracht in eerste instantie dus ook eens gaan kijken van welke problematieken kunnen kindniveau, op jongerenniveau, geformuleerd worden. En daarbij dat ze gebruik maken van die duurzaamheidsdoelstellingen. Andere zaak is uiteraard, wat in de presentatie van Bart ook al aan bod kwam, is gaan kijken van welke digitale tools heb ik nu, welke zijn er en welke kan ik dan functioneel inzetten. En daarbij aansluit het is natuurlijk ook dat het belangrijk is dat ze gaan kijken van hoe kan ik, neem ik de tijd, neem ik voldoende tijd om dat met de kinderen te bespreken. Het formuleren van doelen via de succescriteria, wat dus ook in dit project zit, is eigenlijk iets wat ik ook heel duidelijk heb gevonden in het basisonderwijs, waar kinderen wel tegen hun eigen doelen gaan formuleren. Dus dat is ook iets wat ze zouden kunnen gaan doen. Maar dat is bij Bart ook al aan bod gekomen. Ja, we zitten natuurlijk in een periode, men is aan het wijzigen, of er komen wijzigingen aan, maar in de meeste basisscholen wel dat het hier wel nodig is om dit zeker op te gaan. Ja, je hoort het, Rudy is daar heel bevlogen van en kent het dossier, zal ik maar zeggen, het rapport bijna uit zijn broekzak. Dankjewel. Dan gaan we over naar Wender en Christel, de mensen die echt ook met de voeten in het veld hebben gestaan. Als mentor, kan je ons eens vertellen wat precies jullie Onze taak was vooral vanuit het Europees project de lijn door te trekken, dan specifiek voor Vlaanderen. Bart heeft het daarnet naar verwezen. Heel het ATS-project is eigenlijk ontstaan uit de literatuurstudie van wat is goed stemonderwijs en ook hoe kunnen we een assessment goed gaan opzetten binnen de werking. Dit is ook overgenomen in het projectschema, het bloemmodel dat we daarnet gezien hebben, en dit bloemmodel gaan implementeren met leerkrachten.
Nu, wij hebben vrij snel, mag ik toch wel zeggen, ondervonden, als we, zoals Bart daarnet verwezen heeft, als we samen zaten met de mentoren, zowel in Vlaanderen als in Europa, dat dat niet altijd zo evident was voor het basisonderwijs. Vandaar dat, dat we een aantal tussenstappen gezet hebben met die leerkrachten. Dus onze rol stond er vooral voornamelijk in om met die leerkrachten die 10 stappen die beschreven zijn binnen het project, stap voor stap met hen zo'n project te gaan uitwerken. Ja. Hadden we ook eerst een voorbeeldtraject gemaakt, dat we zelf hadden uitgewerkt en dat dan als voorbeeld genomen om daar duidelijkheid in te scheppen. En uitgaande van dat project zijn zij dan al verder gegaan en teruggekaatst in hun leefomgeving, want ja, we zaten toch met verschillende provincies. Maar dat er ook heel andere interesses zijn. En ook het SCG, dat betekent voor hun iets anders dan het Limburg, waar er andere problematieken zijn. En dat was eigenlijk wel heel tof aan het project. We zijn er wel mee in de denk ik. En in welke mate werden jullie ondersteund in jullie taak? Door de mentoren vind ik ook in het algemeen, omdat wij ook regelmatig samenkwamen. We hebben dat project ook moeten mogen voorstellen aan de andere mentoren en zij hebben ook projecten wat zij hadden uitgeschreven, hebben zij ook naar ons terug. Dus we hadden eigenlijk wel al heel mooie projecten waar wij eigenlijk op verder konden werken. Dus ja, zodat alle snaren een beetje gelijkgestemd waren, zodat ook iedereen wist wat eigenlijk een goed stemproject was. Ja. Ja, we zijn ook stap voor stap eigenlijk doorlopen. Ja, wat mij ook goed geholpen heeft in het implementeren samen met leerkrachten, was de opbouw die we zelf gekregen hebben vanuit het model van wat betekent het onderdeel van het project en hoe kunnen wij dan met kinderen daar heel concreet mee aan de slag gaan. Voorbeelden werden door Rudy al gegeven, zoals het vertrekken vanuit de duurzaamheidsdoelen, was een volledig nieuw gegeven bij de implementatie. Maar ook daar, door met de collega's af te stemmen, heeft ons daar toch veel achtergrond gegeven om dat te kunnen implementeren. Ja. En dan een laatste vraag. Aspecten uit het project die momenteel of in de toekomst nog van belang kunnen zijn in de manier waarop je eigenlijk als pedagogisch adviseur scholen en leerkrachten kan ondersteunen. Kan je dat wat toelichten? Ja hoor, absoluut. Wij hebben dus ook een stemwerkgroep binnen basisonderwijs en secundair onderwijs. En wij hebben samen zitten met die stemwerkgroep. En wij hebben daar al een aantal elementen uit het project, omwille van het wetenschappelijk karakter van het project, hebben wij overgenomen. Een van de zaken die wij ook overgenomen hebben, is het vertrekken vanuit de duurzaamheidsdoelen, omdat dat net kinderen het gevoel geeft en ook aantoont dat het geen deficit is, het verhaal van de wereld, maar dat zij wel degelijk die wereld kunnen en willen veranderen. Dat is zeker één. Wat we ook zeker meenemen, is, zoals Rudy al daarnet vermeld heeft, is het werken vanuit doelstellingen, maar dan de concretisering samen met die leerlingen te gaan bepalen en dan bijvoorbeeld het evaluatiesysteem zoals een rubriek te gaan openten. Ja. Oké, dankjewel. En komen we tot onze laatste gast, last but not least, Michel. Kan je ons vertellen via welke databank we de uitgevoerde projecten kunnen raadplegen? Ja, dus je vindt heel veel informatie op de website atsstem.eu, waar alles verzameld is, zowel foto's van projecten, volledige projecten, maar ook alles van het ATSstem-project zelf, dat je projectmatig aan de slag moet gaan. Ja. Er is ook nog een website SDG-TV, waarin dat we ook weer de voorbeelden, de foto's van de uitgevoerde projecten tentoonstellen. En wij hebben ook in België een Google Drive aangemaakt, waarop opnieuw alle foto's verzameld werden en de projecten die uitgewerkt zijn door de Belgische scholen. Ja. Dus eigenlijk wel een drietal kanalen waar we eigenlijk op kunnen terugvallen als leerkracht. Je vertelt daar over de stem en dan SDG-TV. Zit daar een verschil tussen die twee? Ja, als je het ATS-stemproject bekijkt, dan is dat een heel
goede website voor beleidsmakers, directies en leerkrachten die houden van, ja, van misschien veel lezen en zo. Maar ik heb geprobeerd met SDGTV een website te maken die heel praktisch is voor leerkrachten, waarbij dat je snel ziet van oké, ik kan als ik die eenvoudige stappen volg, mooi de SDG's projectmatig aanbrengen in mijn klas op een verstaanbare manier. Dus als ik het goed begrijp, is de SDGTV ook een website? Ja, inderdaad. Ja. En dat is meer eigenlijk voor de leerkracht zelf die daar onmiddellijk mee aan de slag gaat. Ja. Ja. Praktischer en concreter. Ja, oké. Okay. Lijkt me een geweldig goed initiatief ook. Ik zou zeggen, allemaal, ga er snel naartoe. En dat denk ik is tijd voor een drankje. Dankjewel. Hier monteren we dus een groot applaus.